Dit is Den Haag in 60 seconden. Bekende winkelnamen dreigen te verdwijnen uit het straatbeeld. Het moederbedrijf van schoenenketens Manfield, Invito, Pro, Scapino en Dolces heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf is ten onder gegaan aan hoge schulden en online concurrentie. De schoenen van het standbeeld van Haagse Harry zijn klaar. In het atelier van Structuur 68 wordt hard gewerkt aan het standbeeld. Het beeld krijgt in februari volgend jaar een prominente plek boven de tramtunnel aan de Haagse Markt. Het Vreugdevuur Scheveningen is hard op weg een landelijke topattractie te worden. Dit jaar staan er grote LED-schermen en zullen verschillende artiesten optreden. Als eerste ter wereld wordt het Vreugdevuur dit jaar aangestoken met een professionele vuurwerkshow tijdens Oud en Nieuw. De populariteit van de kerstkaart daalt gestaag. Dit jaar versturen we 115 miljoen kerstkaarten. 15 miljoen minder dan vorig jaar en zelfs 30 miljoen minder dan in 2013. Postkaarten hebben veel concurrentie van digitale kerstwensen. En tot zover Den Haag in 60 seconden.